Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van autofans, waarbij we om en bij de twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en naast mij zit voor de eerste keer achter het stuur Yves Wouters. Voor de allereerste keer in mijn leven rijd ik met een auto, wat moet ik doen? Heeft eindelijk zijn rijbewijs gehaald. Mijn rijbewijs? Ah, oei, ja. Nee, voor de eerste keer in de geschiedenis van het nieuwe format van onze podcast. Dat is eigenlijk wel waar, ja. Ja, top. Voilà. Dus het is de derde keer dat we er in een auto op uittrekken. En ik heb ineens iets goed meegedaan. Ik wou net zeggen, niet zomaar, oh, rustig gaan, jong. Wat hebben we mee, Wim? Wel, we hebben de Toyota, noem het niet langer GT86, maar GR86 mee. Ja, de GR86. Ja. Ik dacht toch, als we deze vakantie een hernia moeten krijgen, laat het ons hiermee doen. En als ik dan toch mag rijden om uw schrik aan te jagen, laat het ons hiermee doen. Wim, dus, jij moet zeggen dat rechts klaar is, hè? Rechts is klaar. Oké, ik ga even kijken, hè. Ik ga naar tweede. Ik ga naar derde. Oké, ja. Sorry. Ja. Nee, dus, als ik twee keer op het dashboard tik, gaan we een noodstop uitzetten. Is goed. Ik heb nog niet getikt. Dus inderdaad, hoe zeggen ze dat? De ster van deze show, ja, voilà, is de Toyota GR86. En ja. Ik heb daar twee grote vragen bij. Eén, alright, moeten ze deze auto verbieden? En twee, waarom zou je dit nemen boven een Supra met manuele versnellingsbak? Ja. Los het op, Wim. Twee vraagstukken. Vraag één zullen we ze bieden van aanpakken. Okay. Vraag twee, denk ik, in de eerste plaats vooral. Ja. Stil. Oké, okay, ja. Ja, net nog maar net achter het sturen. Vraag 2, is dat niet vooral, ja, spelen die in exact dezelfde categorie of staat de GR86 toch zo'n half trapje lager? Bij mijn weten, goeie onderzoeksjournalistiek gehad, bij mijn weten is de Supra alleen maar beschikbaar met manuele bak en 6 in lijn. Ah ja. En de GR86, mm-hmm, sorry, is altijd een viercilinder. Ja. En het grote verschil met de vorige, dus de GT86, wordt GR86, chassis wordt overgeheveld. Ja. Maar de motor is voortaan 2,4 liter groot in plaats van 2 liter. En, zijn er nu gewoon de specs aan het aframmelen? Dat je nee, moet ik wil er naartoe gaan. Ja, dan heb ik ze al gezegd. Voilà. Het grote verschil is dus geen megalomane toename in vermogen. Nee. Hè, want het is nog altijd een atmosferische boxermotor van Subaru. Mm-hmm. Voortaan 234 pk. Vroeger was dat in de GT86 204 of zo, denk ik. Het was zo niet volledig rondgetal. Dus 234 pk, maar 250 Nm koppel en ook veel vroeger dat koppel. Aha. Nu neem ik hem mee op de verbaan. Ja, maar voor de record, we bevinden ons in Duitsland. Hè? Ja, maar je voelt nog altijd pokkentraag. Nu, wat is het grote verschil met de vorige? En daar denk ik dat het verschil met de Supra kan zijn. De vorige had niet te weinig pk's, maar gewoon te weinig koppel. Ja. Veel te weinig koppel. En nu hebben ze dat helemaal opgelost, omdat dat koppel zit nu vanaf de 3000, weet ik niet, 3300 of zo, heb je het volle gros van maar liefst 250 Nm. En bij de vorige was dat vanaf 6000 en zoveel. Ja. Dus ja, je hebt gewoon van onderin. En ik dacht, als journalist met jarenlange kennis zijn en op voorhand van, dat gaat de daily usability verbeteren, hè? Want ja, je hebt gewoon meer koppel, dus je moet... We zijn het weer aan het openen. Ja, het gaat altijd open. Hè? Maar wat blijkt, hè, want de vorige was een hele toffe, omdat hij graag een zetje gaf. Ja. Dus ik dacht, de daily usability gaat erop vooruit, want je hebt dat koppel onderin. Wat zijn we aan het doen, meneer? Maar wat blijkt nu? Eigenlijk is de daily usability niet zoveel beter, maar de daily funability, is dat een woord? Vanaf nu dus wel. Ja. You heard it here first. Ja, funability is gestegen, omdat dus bij de vorige kon je het hebben van een toffe bocht, maar ik sta eigenlijk een versnelling te hoog. Oh, ik geef gas. Er gebeurt gewoon niets. Exact niks. Klopt. En nu heb je altijd wel een beetje koppel. En dat zorgt ervoor dat je... Ja, dat hem zich wat sneller wilt zetten. Allee, zetten, dat klinkt allemaal zo, hè. Weet je wel, coole praat. Ja. Maar je hebt iets. Nu voelt. Het is niet massief veel, maar het is van laag. Maar je voelt wel dat hem al gemakkelijker oppikt. Dat is ja, wel waar. Hij pikt op. Ja. En dat de vorige, daar moest hard mee werken. En mensen vonden dat leuk, hè. Want, moet keihard werken en vastpakken aan zijn nekvel. Mind the pedestrian, dear. Ja, maar dat nu echt tof is in het dagelijks leven, dat weet ik niet. Nu, wat neemt hem nog wel mee van zijn voorgangers? Ja, dat niet echt zo'n daily-friendly auto is. Hè. Er zit redelijk wat rolgeluiden. Ja, het moet inderdaad gezegd, we zijn
een twintigtal minuten eigenlijk al onderweg in deze auto en we zijn al eigenlijk voor onze leeftijd behoorlijk door elkaar geschud. Ja, en natuurlijk, ik zeg wel het chassis is overgeheveld, dat is niet helemaal waar. Dat is wel waar, maar de ophangingscomponenten en god weet ik wat werd verbeterd. Hij is 60% stijver geworden, wat dat in het geval van de GT86 nu niet echt nodig was, vond ik, maar goed. Maar hij is niet zwaarder geworden. Ja. Dus dat is wel tof. Hij klinkt wat beter. Ja, klopt. En ook, hij heeft nog altijd rond een bepaald toerental zo lekker een mechanische trilling in het interieur, dat er iets vibreert en dan, dat is zo'n beetje racecar feeling. Ja, ja, ja. Maar dat zal sowieso niet iets negatiefs zijn dat vibreert, want ja, ik moet altijd bij Toyota's, bij de GR86, bij de Supra denken aan die BMW-anekdote van dat ze de Z4 of de Supra van Duitsland naar Japan hebben opgestuurd en dat Japan een zakje vijzen had teruggestuurd van die moeten beter. Het is, want daar ging ik dus naartoe, zo een kwartier geleden of zo al in de uitleg. Ja. En waarom zouden dit nemen boven een, op lage snelheden? Oh, niet dat is zo handig vertrekken. Ook nee, dat differentieel. Uw vertrekken, daar moet nog op geoefend worden. Ook dat differentieel. Ja. Dus, waarom zouden dit nemen boven zo'n Supra met een 6 in lijn handbak? Mm-hmm. Het is geen BMW. Ah, wel, echt niet. Dit is een oer-Japans product. Ja, ook. Extra benadrukt door de harde plastic. Ook extra benadrukt door het infotainment dat daar is. En door oer-Japans zetelverwarming in twee standen, namelijk barbecue en Solaire Inferno. Ja. Met zo van die kantelschakelaars op de middenconsole. Ja, die ze volgens mij al sinds de jaren 90 ingekocht hebben. En wel, het ziet eruit alsof het nog uit een Carina komt, dus het zou goed kunnen. En een trekknuppel. Ja, wel. En ik weet dus niet dat de Supra met handbak een trekknuppel heeft. Wel, we zouden het eigenlijk aan de Jora moeten vragen, want die heeft deze auto en de Supra met handbak back-to-back met elkaar gereden. Dat klopt. Dus nu gaan we een beetje city driving doen. Ja. Dus dan kunnen we over de andere specs die we opgemerkt hebben praten. Misschien eerst even die eerste vraag van daar straks beantwoorden. Ja. Moet een auto verboden worden? Want waarom zou hij verboden zijn? Wacht, wow. Ja, dus ja, we gaan even terugspoelen. Moeten sportwagens verboden worden? Terugspoelen, dan moeten die knop omdraaien. Moeten sportwagens verboden worden? Nee. Dat is niet de vraag die je vindt deze. Vindt Europa dat deze auto verboden moet worden? Ja, blijkbaar. Want vanaf 2024 gaan er nieuwe veiligheidsregels invoegen. Treden. Wat mooi maar weer. Dus moeten auto's uitgerust worden met nieuwe veiligheidssnufjes. Mm-hmm. En van wat ik begreep was ofwel de voorruit te laag of de kapot te laag. Er was Het was iets anders. Ik zal vertel het eerst, maar ik zal het zo biedt recht. Ah, jij weet het. Dus waardoor Toyota gezegd heeft van, ja, maar mannetjes, wij kunnen dat niet meer doen dan. En dan, gaat voor mij mogen gaan, meneer. Maar kijk eens, sympathiek zijn. Nee, dat was niet aan het opletten. Dus met andere woorden, vanaf juli 2024 verdwijnt deze auto gewoon. En nu, de reden waarom is niet omdat Europa zegt dat het niet meer mag, maar omdat Europa zegt dat auto's vanaf dan standaard over een paar veiligheidsfeatures moeten beschikken, die deze GR86 nog niet heeft, die Toyota op zich zou kunnen invoeren, maar dan zou blijkbaar heel de constructie van de voorruit en de dakconstructie zodanig moeten worden aangepast, dat Toyota heeft gezegd van, wij vinden het sop de kool niet waard voor dat weinig percentage dat die GR86 maar uitmaakt in onze verkoop. Ja. Dus wij gaan dat niet meer doen. Ja, want dat is het ook wel. Hè. Het is niet dat die auto... Oh, sympathiek. Ja, dat was niet hoe de pijlen gingen. Nee, het is niet dat die auto vanaf juli 2024 gewoon compleet verdwijnt van de wereld. Nee. Ah, is het hier? Hier is het Duitsland, ja. Ja. Tomorrow Duitsland is hier. Fantasialand. Ja. Dit is de camping. Ik ben hier nog nooit geweest. Alleen, het is een publiek geheim dat misschien niet helemaal mijn genre muziek is, maar... Wat een Fantasia muziek. Tomorrow. Dit is de camping, En dus hier hangt zo dit weekend om de twee bomen een plastic zak waar ze hun vuil in kunnen deponeren. In hun drugs. Of nee, dat is een cliché. Sorry. Nee, maar heel mooi. En sorry, EDM-liefhebbers. De Carrefour daarnet, bij Welkom in mijn Duitse reet. Want dat is daar de slogan. Hier ben ik heel vaak foto's komen. Die heeft dan security. Je moet gefouilleerd worden voordat je binnen en buiten mag. Ik geef het maar mee. Ja. Goed, waar waren we? Dus het is niet dat die auto compleet verdwijnt in heel de wereld, nee, enkel in Europa. En laat ons eerlijk zijn, de GR86, de GT86 was vooral een auto die werkte in Amerika.
En in Japan, omdat, ja zeker in Amerika, kocht elke YouTuber dat destijds om daar een of andere turbo op te zetten, om dat te tunen. Ja. En dat is ook altijd een beetje het probleem geweest met de 86, de GT86 in Europa. Mm-hmm. Wij mogen niet tunen, zeker niet in België. En die auto was gemaakt door Toyota als een canvas. Ja. Om track cars of canyon cars van te maken. Mm-hmm. Maar wij mogen niks aanpassen aan een auto. Dus dan blijkt dat niet te werken. Ja. Ja. Want ik weet bijvoorbeeld, ik wil het kwijt zijn dat nu de deze is, maar er is een auto, dat is heel vaag, hè. Dat is echt, dat ze dus eigenlijk we zijn in de, zo goed voorbereid. Waar dat ze dus in de motorbaai alle ruimte voorzien hebben voor de turbo. En ik denk dat dit blok is, of was van de Supra? Het was van de Supra, denk ik. Ja. Was er al in dat blok gaten voorzien voor zo'n auxiliary stuff aan toe te voegen? Dus best wel grappig eigenlijk. Oei, dat is hier waar zijn wij hier? Dat is hier veranderd. Ah, zo dadelijk kom je in Duitse Rumstraat. Rumstein. Ah, dan waren we er juist in Arsch, in Reet. Dat was Arsch, ja. Klopt. Ja. En dit was vroeger een heel toffe bocht om zachtjes door te rijden. Ah ja. Maar hier hebben we ooit toch met u beswift geweest. Ik was aan het denken. Yes. Ik herkende het. Ja. Ja. En dit is een hele leuke bocht, ja. Maar ja, hè, we reden te traag. Maar hij pikt wel op, hè. Het was in derde. Hij pikt op. Het is niet traag. Maar wat ik eigenlijk heel leuk vind aan deze auto is ook, allee, dat is een beetje persoonlijk, maar ik heb de vorige generatie ook weten uitgebracht worden in zo de anticipatie die daar rondging. Zo van, er gaat nog eens een ouderwetse sportcoupé komen uit Japan. Allee, twee dan zelfs, want een BZ toen ook. Ja. Manueel een bak, atmosferische boxermotor zelfs, laag zwaartepunt, 50-50 gewichtsverdeling, achterwielaandrijving. Zo alle goede receptuur voor echt een soort future classic te worden. Stilvallen. En dat je inderdaad zei, in Amerika, de eerste generatie is zelfs nog als Sion uitgebracht. Ja, FRS. En die had geen koffer-spoiler. Nee. En dat is nadien dan zo geleidelijk nog geïntroduceerd, denk ik, bij Toyota zelf. Mm-hmm. Of dat je die koffer-spoiler achterwege kon laten. Ja. Maar ik herinner mij echt, ja, dat zal dan 2012 geweest zijn, de anticipatie van, ja, er gaat eindelijk, allez, er gaat nog eens iets cool uitkomen, No More Boring Cars. Dat was dus voor de record in Arsch, hè, in Duitsland. Je voelt dan toch maar weer dat die achterkant, ja daar gaat hij toch maar wel, lekker weer. Dat kunnen ze toch wel bij Toyota, dat zo'n beetje te laten schuiven, dat je, dan ja, oh, hebben leuk. Ze het toch maar weer lekker voor elkaar. Nu, we lachen daarmee en over legaliteit en al dat, maar dus, dit is nu nog zo'n auto waarmee dat je op lage snelheden toffe dingen kunt doen. Ja. Waarbij dan misschien omstaanders vies kijken, maar waar dat je eigenlijk van weet, aan 30 per uur ben ik nu niks extreem stout aan het doen. Laat ons zeggen dat je al een Sam de Jonge moet zijn om zoiets met een M3 te doen aan 130 per uur of zo. Allee. Wat ik het gevoel heb met dit, is dat de balans... De leercurve is hier heel geleidelijk. Hè, en de balans van grip... is ongeveer op het niveau van de balans van je kunde. Ja. En je kunt daar zelf zo ver mee gaan als je wilt. De modernere sportwagen met heel goede Pilot Sport 4S'en eronder en 4-5-600 pk, ligt de balans van grip al veel verder dan je kunde. En eenmaal als die grip dan verliest, is je kunde niet meer op dat niveau om dat deftig te kunnen opvangen. In de vorige generatie zat daar ook wel een verschil in, denk ik. Ik kan nu heel technisch / Evo-magazine / oude autogids worden, maar... Als ik mij niet vergis, was de afstelling van de voor- en achterophanging van de BRZ anders dan die van de GT86. Waardoor Klopt. De GT86 makkelijker schoof, zo echt op het ridicule af. Zo van als je gewoon uw garage uitkwam gereden en de straat opreed, dat je al bij wijze van spreken een armvol opposite lock aan je been had. En dat dat bij de BRZ dat verrassend hard duwen was. En dan deed hem het ineens wel, waardoor dat je soms wel... Meer twitchy reageren. Voilà. Hè? Ja. Dit schuift. Je weet dat dit schuift. Ja je weet ook dat het gaat komen. Hè? En je voelt het van mijlen ver aankomen. Ja. En dan vind je dat ook niet erg. Nee. Ik ga eerlijk toegeven, als ik soms onderweg ben met van die performance cars, en plots schuift dat, terwijl dat je helemaal niet die ambitie had, dan is je onderbroek een beetje vuil. Ja. Klopt. Ik heb de zetels bekeken en die zijn nog redelijk proper. Want je bent niet in die mindset van hier gaat zo dadelijk iets gebeuren. Nee, hier inderdaad. Stapt in en je weet van hoppakee, je hebt er plezier in. Ja. En ik vind trouwens ook de afstelling van
de tractiecontrole is heel tolerant en plezant. Ja, en zegt dan zo op de deur wel zo met gemoedelijke hand van kom jongens, ja. nu is het wel. Want je hebt nu altijd al met aangereden en dat laat best wel wat schuif toe. Maar binnen een veilige, dat is ook weer zo, allee, dat is dan weer tof aan die auto. Die laat schuiven toe, maar binnen een veilige parameter. Ja. Hij weet heel goed wanneer hij moet ingrijpen. Dat is zo'n beetje de leraar van vroeger. Je hebt van die leraars die niks toelieten als je zo even aan het praten wordt. Maar je hebt er ook die zo, ja, ze laten even begaan en op de muziek. Ja, kom jongens, nu gaan we wel even terug opletten. Ja. Zo. Ja. Dat dan, hè. Dit is idiot-proof om te schuiven. Niet idiot-proof om te driften, want dan moet alles uit. Maar wel idiot-proof om mee te schuiven. Ja, en laat ons eerlijk zijn, dan voel je al een beetje mannelijk genoeg. Kijk dat af trouwens van buiten, hè. Als je dat doet, dan lijkt dat twee keer niks. Maar zelf heb je het gevoel van, oh, dit is tof. En zelf zit al zo'n Japanse... Maar allee, daar draait het eigenlijk om. Laat ons eerlijk zijn, dat plezier dat je hebt. Nu, bij mij is wel altijd het ding dat ik dan zoiets heb van... Ja, waarom niet gewoon een MX-5 kopen? Ja, nu, ik wou zeggen... Niet tegen de bus rijden. Nee, liefst niet. Sorry, ja. Ik wou zeggen, het rijplezier in deze auto zit hem natuurlijk ook in meer dan alleen maar... Hij schuift gemakkelijk. Denk ik. Allee. Wacht, nog eens, want ik was de mevrouw aan het rijden. Ja, ik snap het. Rijplezier... Je bent heel veilig aan het rijden voor uw eerste rijervaring. Dank u. Ja, dus de examinator op de achterbank. Dus het rijplezier... Van zo'n GR86 bestaat uit meer dan alleen maar hij schuift gemakkelijk. Ja, in de natuurlijk, bocht, natuurlijk. Ja, je voelt ook, dat is nog een auto met een chassis. Allee, je voelt dat gewoon. Dat zit goed in elkaar, dat weegt weinig. Volgens mij is de stuurinrichting tegenwoordig al wel elektrisch. Ik weet niet dat dat bij de vorige zo was, dat dat nog hydraulisch was. Als ik mij niet vergis, maar mensen gaan mij ongetwijfeld direct maniacaal op de vingers stikken, maar volgens mij was het ook al elektrisch. Het is geen Volkswagen, dus niemand gaat ons afmaken. Enkel Volkswagen-fans doen dat, ja. Maar ja, dat is een hele een pure, ik vind ook altijd van die stomme termen, een pure sportwagen. Wel. Als je het dan hebt over die modellen die je nog kunt kopen, dat komt uit bij een Alpine, die nou veel duurder is. En misschien ook wat minder puur is, want geen handbak. Komt uit bij een MX-5. En dan heb je bij mij wel zoiets van... Waarom zou je dit boven een MX-5 verkiezen? Ik heb daar moeilijk mee. Ja, ik snap het. Natuurlijk, je kunt absoluut cabrio's haten. En dan is het logisch... Dat je voor dit kiest. Maar als je het hebt over fun... Want hey, Joram, onze collega, was ook snel om te zeggen van ja, maar dit rijdt toch veel puurder, want ik heb hier dan mee gereden op circuit en ik was een MX-5 compleet vergeten. En dan denk ik, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Maar fun is een heel moeilijk begrip. En ik heb ook plezier in een MX-5. Ja, absoluut. En bijkomstig is een MX-5 ook iets minder hard dan dit. Ja, en ik denk dat het inderdaad voor een deel weer aankomt op wat verstaan we onder rijplezier. Rijplezier kan inderdaad, zeker in een MX-5, bestaan uit... Ik draai mijn hand om, ik klap het dak neer en ik rij hier op 6 of 7 tiende van mijn kunnen. Plus, laten we ons eerlijk zijn, als je met een MX-5 ook sportief rijdt, die kan dat ook. Die valt niet door de mand. Nee, absoluut. En ik heb wel het gevoel dat dit meer een one-trick pony is tegenover een MX-5. Een MX-5 heeft een cabrio-dak. Kan al tof zijn om te toeren. Ja. Heeft best wel rijcomfort, maar kan ook best sportief zijn. Dit is sportief. Ja. Sportief en Apple CarPlay. Dat is zo. En zetelverwarming. En zetelverwarming. Twee inferno-standen. Ja. Nu, allee, ik wil niet afbreuk doen aan dit concept, want ik weet dat er mensen zijn die hier heel blij van worden. En wij moeten hier ook heel blij van worden, want dit is het dichtste dat je tegenwoordig bij een Lotus Elise kunt geraken zonder de prijs van een Lotus Elise te moeten betalen. Maar ja, wat er mij trouwens aan doet denken, wat kost dit, Wim? Dat is een goede vraag. Begint dat niet zo eens vooraan in de 30.000 euro? Ik weet dat ondertussen niet meer. Is het überhaupt nog verkrijgbaar in België? Want van wat ik begrepen Ik weet sowieso, in het Verenigd Koninkrijk is hij al waanzinnig besproken tot en met 2024. Dus daar is het al te laat. Ik vermoed in Nederland met een atmosferische motor van 200 tegen de 40 pk dat je blauw betaalt. Dus dat weet ik überhaupt al niet hoeveel hij kost. Laat staan of hij nog verkrijgbaar is. Of hij er überhaupt ook werd verkocht. Bij ons zal hij nog wel verkrijgbaar zijn. Weet je wat, ik zal het eens opzoeken terwijl dat jij hier in Duitsland de maniac uithangt. Dat is het hem net aan deze auto. Dat is eigenlijk helemaal niet snel en toch heeft dat al het gevoel dat je snel rijdt. Een beetje zoals de auto's van vroeger, hè, in die zin. Voilà. Maar dat, omdat je daarnet zei van ja, dat is echt puur rijden of het dichtste dat je komt bij puur rijplezier, maar zijn onze standaarden daar rond ook niet
verschoven, omdat heel veel moderne auto's zo afgemeten en klinisch zijn geworden en heel gewatteerd, ja, en achter zoveel filters, ja, dat als je dit, zeg maar iets, nu vergelijkt met een Elise of zo, ja, is dit nog 17 gradaties verwijderd van puurheid misschien? Maar tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar daarom dat ik zeg, dit is het dichtste dat je daar komt. Want, ja. Ja. En ja, zoals gezegd, ja, zeg maar, wat is de prijs? GR86 vanaf €34.600. Ja. Oei, dus toch nog een kleine prijskloof met de Supra, hè? Ja, dat zal wel. De Supra begint vanaf 5355. Voor de viercilinder met manueel. Ik vermoed van wel, als de vanaf prijs is. Blijft ook gewoon trekken, hè. Ja, ja, ja. Ga niet vooruit, maar ik denk dat heel veel eigenaars nooit in hun leven de rode zone aantikken, want dat duurt zo lang voordat hij er is. Dat is zo grappig, die auto. Het is zo'n karakterauto ook, hè. Ja, hoe zit het trouwens met de versnellingsbak? Wat vinden daarvan? Dus alle bedieningen zorgen. Hier is dat allemaal van belang natuurlijk. Er zijn heel veel auto's waarvan dat we wel eens zeggen dat die heel goed rijden, zo, hoe zeggen ze dat, op 3/10 van hun kunnen. Ja. Dit is een beetje een omgekeerd verhaal, vind ik. Ik vind dat hij heel nukkig rijdt op lage snelheden. Ja. De versnellingsbak is redelijk stroef. Ja, ik ga u heel even pauzeren. Als je in Nederland een GR86 koopt, heb je er in België 2. Ah ja. €62.000. Maar ze hebben daar wel beter kaas. Geven en nemen. Nee, dus ik vind de versnellingsbak tamelijk stroef, ja, schakelen, maar allez, stroef is het verkeerde woord. Zwaar. Mannelijk. 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 Hij schakelt met borsthaar. Of vrouwelijk, als je dat gaat. Maar wat ik hier vooral lastig heb, maar dat is persoonlijk, hè. Het vliegwiel is heel licht, dat voelde, ja, hè. Dus dat, als je gas geeft, doet het heel snel. Dat is een licht vliegwiel. Maar de koppeling is heel zwaar, of reinforced waarschijnlijk, ja, ja, dus de beet is heel hard. Ja. En dat geeft zo wat een raar concept, hoe moet ik dat zeggen? De kans dat je met stilvalt als je vertrekt, is groot. En dat is een beetje belachelijk. En we rijden 70. Op de autobaan. En we rijden 70. Maar ja, het enige dat ik hem kan geven, is dat de versnelling is dan zo ver gespreid, ja, dat je zo wat, welke auto had dan ook, er was nog iets, een of andere Porsche. De Cayman heeft dat ook. Dat je nooit de rode zone haalt, want ja, wacht, dan moet ik denken, Antwerpen is rechtdoor. Rechts. Ja. In een hele schone bocht. Ah, ja. Ja, maar, het Duitse, de Einfahrt. Ja, ik heb een diploma Duits. Dus wat wou ik zeggen, de kans dat je de rode zone aantikt, is... Ja. Op circuit waarschijnlijk dat weer wel, hè. Wat dat dan weer wel een auto maakt, hier al af? Ja. Ja. Dat dit een auto is dat je waarschijnlijk heel de tijd in 2 en 3 of 3 en 4 aan het rijden bent. Ja, 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 ja. Dus hij lijkt wel echt voor het circuit afgesteld. Nu dat we toch over dat putje rijden, ik weet niet dat we dat al aangehaald hebben, maar ik vind hem tegenover de voorganger, qua demping, beter gedempt. Ja. Als in over kasseien en zo. Veel zachter, daar kan dat beter mee overweg, maar het blijven zo de grote, hoe moet ik dat zeggen, afstandsverschillen, of hoe zegt je dat? Dat gaat me echt gelijk, nog wel gelijk altijd. Dat ze in schoon Antwerp zeggen, de zonk in de weg of zo. Ja, over de zonken heeft het nog altijd, maar de kasseien voelde eigenlijk niet. En macadamplaten is hopeloos. Nu, ik wou nog eens teruggaan over iets dat je een half uur geleden aan het vertellen waart, want dat vind ik knap. En toen je zei ook van, iedereen was lyrisch, er kwam terug een sportauto van Toyota en van Subaru. Het spreekt ook boekdelen dat dit uitkomt en dat we meteen zoiets kunnen hebben van, maar waarom zouden we dit boven de Supra verkiezen? Of waarom boven de GR Yaris? Als je 10 jaar geleden bij de aankondiging van de GT86 zou gezegd hebben van, maar er is ook een vierwiel aangedreven Yaris met in de 250 pk, en er is ook een Supra met een 6 in lijn met een manuele bak, had iedereen gezegd, ga dan. Ah, wel, ik wou net zeggen, dat is het tijdperk van de Toyota Auris. Ja, zo, hè. Ah, wel. Dus dan de goede auto. De laatste Avensis waarschijnlijk, of wat was dat? Ja, en een Auris hybride, geweldige auto voor zijn genre, hè. Ja, top, top. Maar, dus we zijn eigenlijk niet alleen verwend bij moderne sportwagens zo klinisch, we zijn eigenlijk bij Toyota. Toyota, hè? Alleen Toyota op zich. Verwend qua sportauto's. Toyota heeft
momenteel elke sportauto dat je moet nodig hebben. Het zijn er wel drie verschillende, dus je moet ze alle drie verzamelen. Dat hebben ze waarschijnlijk van Pokémon afgezien nog in Japan. Ja. Maar ja, dat is toch absurd dat Toyota dit allemaal kan aanbieden. Producten, de molen. Ik vind dat ongelooflijk. Dat moest je hebben geen imitaties van andere talen meer doen, zeker? Zolang als je gezicht niet... Nee, laat maar. Ik wil maar zeggen, een ideale garage voor een autofan kan tegenwoordig bestaan uit Toyota's. Een Toyota, een Toyota en een Toyota. Dat is, ja, en dan heb je een hot hatch, dan heb je een klassiek sportcoupé. En dan heb je een zuinige familiewagen. Ja. Ook, hè, bedoel, dat mag je ook bij dan. Hè. Die hebben, dat is... Ah, ja, voor Toyota vind ik dat... We kunnen alleen maar applaudisseren. Ja, of als je het alleen bij de sportieve telje wilt houden, dan heb je een hot hatch, dan heb je een klassiek sportcoupé en dan heb je een BMW. Ja. Dus dat is eigenlijk... Ideaal toch, ja, voilà. Wat ik daar straks ook wel aan dacht, omdat je dat van, ja, als je dan een cabrio wilt, ja, dan zitten we wel bij de MX-5. Dat vond ik bij die vorige generatie toch een beetje een gemiste kans, want die hebben er een conceptmodel van uitgebracht. Ja. De GT86 Cabrio, en dat was een hele mooie auto. Maar die is nooit in productie gegaan. Ik vond dat wel, ja, ja, gaat dat niet in tegen het... De ideologie van wat dan een GT86 moet zijn? Vermoedelijk, maar ik kan mij inbeelden dat er heel veel vraag naar was. En dan misschien ook zeker uit Amerika en zo. En want dan, ik kan mij inbeelden dat... Je weet hoe automerken over hun ideologie doen als er veel vraag is. Hè. Ja, voilà. Ik wil maar zeggen, een MX-5 is ground-up, ja, ontworpen als de cabrio. En zal, ja, dan, ja, vanaf natuurlijk de basis structureel daarvoor voorzien zijn. Ja. Dit niet, dus ik kan wel inbeelden dat het dak zal hier echt wel mee de rigiditeit de van een bepalen. Auto bepalen. Ja, ja, zeker. Vast. En ik denk als we dat wegknippen, alsof ik bij Toyota werk ondertussen. Alsof je daar even de slijpschijf in zet. Ja, dan gaat dat waarschijnlijk wel wat weg zijn. En dan miste het concept, want dit is geen auto met te flaneren. Als in, dat is nee, geen aangename auto met te flaneren. Dit is een auto, daarnet de binnenbaantjes, want we zijn nu autostraden aan het doen, terug naar België. En ik word er een beetje over een dol van. Ik snap het. Ik vind het inderdaad. Maar het kan ook aan onze leeftijd zitten. Want, of liggen liever. Want 10 jaar geleden, dat was ik er 28. Dan waren jij er 12. 16, ja. Dat was dan een hele... Dat was dat... Allee. Dan zouden we dat er allemaal voor over hebben. Hè. Dan zouden we dat allemaal wegkijken. Omdat je een manuele bak had. Een atmosferische boxermotor. Een achterwielaandrijving. Ja. Een laag zwaartepunt. Want het rijdt wel fijn. Hè? Zelfs, allee, ik heb er nu zelf nog niet mee gereden, maar je voelt dat het een fijne auto is om mee te rijden. Ja, en dan vraag ik me af, 10 jaar geleden kostte een GT86 ook rond de 30.000 euro? Ik wil zeggen 8 of 29, ja. Het zou, de prijs het zou is niet extreem gestegen. Want nee, allee, bij mij, het spreekt inderdaad boekdelen. Mijn vrouw was aan het meerijden en de baby achterin in de Maxicosi, dus family car confirmed eigenlijk. Voilà. Het kan, dat kunnen wij een MX-5 bijvoorbeeld niet. Het passeert ook de Jerome-test. Als je met één hand kunt sturen en met je andere hand je een baby kunt sussen op de achterbank. Ah, slagen dacht ik, maar ja. Klopt, ik wil maar zeggen, ik zei toen, ik was mijn vrouw dan onderweg, Maxicosi achterin. Ja. Ik zei tegen haar ook, weet heel goed dat wij 10 jaar geleden bijna met de voorganger naar het zuiden Frankrijk gereden waren, maar dat dat toen niet door kon gaan, omdat er iets mis was met die auto, en dat we toen een Lexus GS gepakt hebben. En dan denk ik, misschien zegt dat ook meer over de leeftijd dan over de auto aan zich, want fundamenteel is dit dezelfde wagen, maar dan eigenlijk een beetje gefine-tuned op alle vlakken. Ja. En vooral kun je zeggen van, ja, dus hij is voor jonge mensen, maar die hebben het geld niet. Hij is niet fundamenteel duurder geworden. Nee. En met inflatie is dat zelfs helemaal niet duurder geworden. Is eigenlijk betaalbaarder geworden. Misschien wel, als je dat uitrekent tegenover wat een euro 10 jaar geleden dan. Dus in die zin blijft dit een voor het geld extreem interessante auto. Ja. Maar dat vind ik van een MX-5 ook. En dan heb je het gehad. Qua driver cars, hè. Ja. Ik bedoel, betaalbare, wat heb je nog? Want zelfs een Hyundai i20N kost evenveel. Een Golf dat is GTI. Een goede vraag. Een Golf GTI kost een stuk meer. Ja. De Kona N dat ik nooit mee heb genomen kost volgens mij 38.000 euro, dus ook mee. Dus in die zin, ja, blijft het veel waar voor je geld. Ja. Maar je moet ermee om kunnen door de autostrade, ja, veel rolgeluiden, dat je armsteun
beenhard is. En dat er een middensteun is die je eigenlijk de hele tijd open doet. En dan valt je er wat in, want dat is ineens de middenconsole waar je de spullen... Ja. En dan voelt je pink niet meer. Nee. Ja. Dat is eigenlijk een beetje samen. Zijn er zo nog minpuntjes? Want er zijn er mij wel een paar opgevallen. Want hij lijkt aan de binnenkant veel beter afgewerkt te zijn, maar het is lijken, want als je zo voelt... Ja, u kunt u de vraag stellen, bij Toyota is afwerking zo... Primeert dat zo, ja, ja dat, is voilà. Ook, dat is ook een terechte vraag. Ja, is dat, zeker. Want het is niet slecht, allee, nee, het is niet schabouw, maar je merkt wel dat infotainmentsysteem is wat simpeler. Ja. Ik heb volgens mij ook het gevoel dat, dat alles, hoe moet ik het zeggen, dat alles dat zo wat loshangt of er wat raar uitziet, gemaakt is om eraf gehaald te worden door de tuners. Ja. Bijvoorbeeld die draaiknop van de pook kunnen binnen de 2 seconden eraf wijzen. Dat is gewoon omdat we weten dat tuners daar hun eigen Momo-knop met waarschijnlijk 10 gram extra gewicht voor de betere slag, hè, want voilà. Toyota doet het zelf ook, erop hangt. Dus ik stoor mij niet aan de afwerking, hoegenaamd niet. Omdat dat past bij het karakter van deze auto, want je wilt geen euro meer betalen voor afwerking. Ah, nee. Alright, en als we dan naar... Ja, ik heb wel één ding. Één ding. Er zijn een paar van die dingen. Ik vind het komiek dat ze hebben dan een digitale instrumentencluster. Mm-hmm. Geen idee waarom dat ze specifiek ontwikkeld hebben. Is dat dezelfde als van de Supra? Niet helemaal. Nee, hè, dus dan denk, nee, want dat zijn blokjes. Dan denk ik ook van, why? En bijkomstig hebben ze, dus een pure rijdersauto, hebben ze toch zo een knopje voor track. En kijk goed wat er gebeurt. Als ik het op drukt, dat verandert ook. Ja. Maar dan denk ik, deze auto, waarom heeft hij dan... Wat is het verschil tussen tractiecontrole af of track? Want track geeft een laptimer en een andere interface. Ja, ja, ja. Maar dan denk ik, Het is niet dat het fundamenteel iets aan de parameters verandert. Waarom moet een pure sportauto een track mode hebben? Ja. Want dan denk ik, is dat dan omdat er toch ergens foevelaren is dat ze iets doen? Want... Maar dat lijkt mij niet. Hè. Het is niet dat ze gasrespons of stuurgewicht... Daar zijn die allemaal niet mee bezig. Dat is muggenziften, hè? Maar ik vind dat dan een OG, pure auto, eigenlijk heeft af fabriek, dat allemaal niet nodig. Moet afgeleverd worden zoals de ingenieurs het bedoeld hadden. Ja. En dan heeft dat niet nodig. Nu, het is niet dat dat fundamenteel de gewone modus slecht maakt, of dat al die modi... Er zijn letterlijk een trackknop dat je niet hoeft in te drukken. Dus, maar ik vind het komiek dat er dan toch in zit. Dan denk ik, wie gaat dat... Want volgens mij is het op circuit... Heb ik niet zo het gevoel van, ja, ga dat niet indrukt, ga er geen plezier hebben ze, meneer. Dan is het beter fun genoemd. Ja, het enige wat je dan kunt doen is hier op die knop drukken voor de laptimer. Maar dan denk ik ook, wie heeft ooit in zijn auto al een ingebouwde laptimer gebruikt? Niemand volgens mij. Nee. Ik had ook in mijn cactus nooit gebruikt. Dus, ja. Dus ja, concurrenten, ik weet het niet. We hebben een MX-5 genoemd. Allee, is het een volledige concurrent? Dat is een goede vraag. Ik denk de hamvraag die je moet stellen is dit beter dan zijn voorganger? Ja, en wel, ik heb het gevoel, maar dat is op basis van dit laatste, even kijken, deze laatste 50 minuten ongeveer. Ik heb eerlijk gezegd, los van het extra koppel, het gevoel van niet. Het is gewoon meer van hetzelfde en dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Het is gewoon hetzelfde, continued. Ik vind... Maar ik heb de indruk op dit moment van niet. Ik vind dat het extra koppel het voor mij wel reden genoeg maakt. Nu, natuurlijk, ja, de vraag is dan, van, hadden we dat met de vorige ook niet kunnen oplossen op een of andere manier die bij ons dan misschien niet zo heel erg was. Ze hebben het nu vooral opgelost door de longinhoud te vergroten. Hè. Ze hebben niet, want met turbo-auto's kunnen de druk wat verhogen, maar nu hebben ze gewoon een groter volume. Ik vind dit wel, tegenover de vorige, dat koppel onderin maakt hem vooral niet daily usabilierer, maar daily funabilierer. En fun is wat je zoekt in deze auto. En dat geeft me dan net wat meer rijplezier op nog lagere snelheden. Dus hij heeft meer, om onze nieuwe term te gebruiken, funability. Ja, dan de vorige. Nu, de vorige is waarschijnlijk wel, ik weet echt niet voor welke prijzen dat die gaan. Ik bedoel, zijn die echt fort te goede koop tegenwoordig? Dat is een goede vraag. Je kunt alleen de vraag stellen. Zal ik het even opzoeken op onze partnerwebsite Autoscout24? Wel ja, je kunt u natuurlijk wel afvragen hoe hard zijn die afgeracht. Nu, normaal gezien kun je daar wel tegen, maar... Ja, er tegen kunnen en of dat je het zelf wilt. Allee, als ik naar tweedehands auto's kijk, ik koop ze natuurlijk nooit, maar als er iets bij staat, nooit op circuit geweest, vind ik dat toch ook altijd een plus tegenover... Meestal als mensen het woord circuit gebruiken, is dat ze dat kennen. Dus dat impliceert bij mij dat hij wel op circuit geweest is, toch?
Oh ja, goed, dat is nog goed. Dat doet hem goed, hè? Oh, my. Ja, dat doet hem goed. Coupé. Dat pakken ze ons niet af. Weg toch? Oei, compressor, dat gaan we wel overslagen, hè? De GT680 met compressor? Ja. Ah ja, dan is het koppel opgelost, dat is waar. Ah ja, gaat zo'n TRT-model, dat is juist. Dat is ook waar. Ik zie hier prijzen. Ik zie hier, pardon, hier een standaard 2014 ja. Met 92.000 kilometer voor €16.500. Oké. Okay, dus... En wat schappelijk is, een automaat slagen we over, want dan zit een goed zot. 2017 model voor €25.000. Dus eigenlijk niet zo. De vroege modellen gaan voor 16, 17 ietsje meer. Oké. Okay. De automaten ook. De latere modellen gaan 25 minstens wel. Ah ja. Dus eigenlijk, en hij heeft geen concurrentie, vind ik. Want volgens mij is een MX-5 wel duurder dan dit. Heb je nog voor €34.000 een MX-5? Doe ik dat niet, eerlijk gezegd. Dat gaat tegenwoordig inderdaad niet meer zomaar kunnen. Dus, moet je dit verkiezen boven een Supra met handbak? Nee, maar dat is gewoon ook een andere prijskategorie. Ja, moet je dit verkiezen boven een MX-5? Dat is moeilijk. Ja. Van uw persoonlijke voorkeur. Hangt echt van voorkeur af. Het absoluut. Imago van een MX-5 kunt dat dan een cabrio-auto zijn. En dat je cabrio's haalt, ja, dan moet je dit verkiezen. Anders vind ik dat heel close. En misschien hebben we de ideale auto's gevonden voor de nieuwe nachtkamp. De MX-5 tegenover dit. Ja, absoluut. Ja. Ik denk het wel. Denk het als ik hem nog één nadeel moet geven, is dat dit 9,6 liter verbruikt en een MX-5 verbruikt wel een beetje minder. Ja. Oké. Okay. Alright, maar dan denk ik dat we heel wat conclusies op een rij hebben gezet. Het zal wel zijn. Dus aangezien dat deze GoPro is uitgevallen, dan gaat het in de deze. Ga ik het in deze moeten doen. Dus dat was dit roadtrip voor deze keer. Bedankt voor het kijken en luisteren via de geëikte kanalen. Over enkele weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe roadtrip. Misschien is het met een fysieke levende gast. Misschien is het opnieuw in een auto. We zullen wel zien. Alleszins tot over een paar weken. Niet stilvallen. Als ik op het dashboard tik, gaan we een noodstop uitvoeren. Ja, we zijn hier vlak bij het examencentrum, hè? Dus u mag rustig terugrijden naar het examencentrum.